De afsluitende trainingen zitten net op. Morgen gaan de play-offs echt beginnen. Hoe is het met de spanning in de groep? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat we hebben laten zien dat we de afgelopen weken gewoon goed in vorm zijn. En we hebben ook gewoon veel plezier op het veld. En je ziet gewoon dat er heel veel positiviteit heerst in de groep. Omdat je natuurlijk geplaatst hebt voor de play-offs. Maar ook gewoon omdat we lekker voetballen. En natuurlijk, zo'n wedstrijd tegen Heerenveen was de eerste helft wat minder. Maar uiteindelijk win je toch die wedstrijd. En als je gaat kijken naar de laatste 8 wedstrijden, heb je er gewoon 6 van gewonnen. En dat betekent gewoon dat je met goede dingen bezig bent in de groep. Dus dat zorgt denk ik dan ook voor dat jullie met een uitstekend gevoel morgen gaan beginnen aan de play-offs? Ja, ik denk dat wij met een heel goed gevoel naar Utrecht afreizen. Zeker omdat je daar 2 weken geleden of 1,5 week geleden hebt gewonnen. Dus we weten hoe we het moeten doen. Alleen dit is weer een andere wedstrijd. Het is een play-off wedstrijd. Het Utrecht publiek gaat er weer achter staan. Wij zijn niet de favoriet. Wij zijn de nummer 8. Utrecht is de nummer 7. Het is aan Utrecht. En wij zijn in de underdog-rol. Maar we weten wel wat we kunnen. We weten dat we daar voor een goed resultaat gaan. En we gaan daar niet heen met knikkende knieën. Sterker nog, ik denk dat wij hebben laten zien wat we waard zijn. Je zegt, we zijn niet de favoriet. Wie zie jij als de favoriet om deze play-offs te winnen op voorhand? Want vorig jaar was natuurlijk met FC Twente echt wel een uitgesproken favoriet. Wie zie jij nu als de favoriet? Ja, uiteindelijk is dat toch vaak de nummer 6. In dit geval de hoogste geëindigde. Alleen ja, het zit heel dicht bij elkaar. Vorig jaar zaten er volgens mij wat meer verschillen in puntenaantallen. Nu scheelt het allemaal maar niks. En het kan zomaar de andere kant op vallen. Je ziet het in de play-offs KKD. De nummer 7 en 8 van de competitie die spelen nu in de halve finale. Dus dat kan ook bij ons gebeuren. Ook Go Ahead heeft een goede ploeg. Dus het is allemaal, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. De doelstelling dit seizoen was natuurlijk duidelijk om de play-offs te halen. Dat gebeurt dan. Wanneer zijn die play-offs dan echt geslaagd voor jullie? Ja, er bestaat eigenlijk maar 1 plek in de play-offs. Dat is een winnen. Maar dat begint eerst met de halve finale goed voorbereiden. Dat hebben we vandaag gedaan. Morgen in aanloop naar de wedstrijd de juiste dingen doen. Een goed plan met elkaar bouwen. En uiteindelijk gaat het dan om die halve finale eerst winnen. Dat is doel 1. En dan ga je zien wat er gaat gebeuren. Kan je nog iets meenemen van vorig seizoen? Toen jullie natuurlijk ook in de halve finale tegen Utrecht stonden. Of is daar te veel voor veranderd? De opzet is natuurlijk nu ook anders van de play-offs. Ja, ik denk dat dat ook zo is. Elk jaar is weer anders. Kijk, er zijn wel een aantal spelers die nu play-off ervaring hebben. Om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat je dat wel meeneemt. Dat is iets wat bijvoorbeeld Bart mee zal nemen, Nick mee zal nemen, Jonathan mee zal nemen. Onze leiders van de groep, die zullen de spelers die er nog niet in hebben meegemaakt ook mee kunnen nemen in die wedstrijd. Nu gaat het natuurlijk maar om 1 wedstrijd, dat is sowieso anders dan vorig jaar. Wat zorgt daarvoor verschillen voor ter voorbereiding op de wedstrijd van morgen? Ja, niet zo heel erg veel, Sven. Wat dat betreft is het wel zo dat ik het terecht vind dat de nummer 6 en 7... thuis spelen. Als je het over 1 wedstrijd gaat doen, dan hoort het zo te zijn dat de nummer 6 dan tegen de nummer 9 speelt en de nummer 7 tegen de nummer 8. Wat wij meenemen is dat wij meer punten uit hebben gehaald en dat we uit bij Utrecht hebben gewonnen en dat we vorig jaar uit in de play-off wedstrijd tegen Utrecht hebben gewonnen. Dus dat is zeker een verschil. Is het ook gek om dan nu weer tegen Utrecht te spelen? Want dat was nog geen 2 weken geleden dat jullie daar wonnen. Ja, dat is ook gek. En weer de halve finale tegen Utrecht. Dus we hebben ervaring in het spelen van deze wedstrijd. Het zegt ook wel iets over het niveau van Sparta. Dat je dus steeds tegen de gerenommeerde subtoppers uitkomt. Hè? Want natuurlijk, Utrecht is slecht begonnen aan het seizoen. Maar ja, Utrecht speelt al, is kampioen volgens mij in het spelen van play-offs. Althans, die hebben de meeste wedstrijden in de play-offs staan. Dus ja, dat wij hier staan is natuurlijk hartstikke goed als Sparta zijnde. En dat wij ons kunnen meten, dat hebben we ook laten zien. Dus het is gewoon lekker om daar te spelen. En natuurlijk hadden we graag hier thuis willen spelen. Alleen dat is helaas niet het geval. Dus dan gaan we het gewoon uitdoen. Als we even teruggaan naar 2 weken geleden, toen wonnen jullie knap met 0-1. Moet je dan datzelfde plan van 2 weken geleden herhalen? Of moet je dan toch met wat nieuws komen om Utrecht wat meer te verrassen misschien? Nou, ik denk dat Utrecht met best wel wat andere namen heeft gespeeld tegen ons dan dat ze bijvoorbeeld afgelopen wedstrijd tegen AZ speelden. Dus ja, je moet je voorbereiden op een andere basiself, waardoor het net even wat anders wordt. Maar de speelwijze van Utrecht zal niet zo heel erg veel afwijken. Ze doen eigenlijk het hele jaar vergelijkbare dingen. Zoals wij ook
door hen worden geanalyseerd. Doen wij ook denk ik het hele jaar vergelijkbare zaken op het veld. Dus ja, ik denk dat we elkaar door en door kennen. Dus dat maakt het ook wel weer een interessante wedstrijd. Zat het 2 weken geleden natuurlijk dicht bij elkaar. Verwacht je dat morgen weer? Ja, ik denk niet dat het heel ver uit elkaar zal liggen. Je moet altijd een beetje geluk hebben met scoren verlopen. Dus even de wedstrijd die Utrecht tegen AZ speelde. Daar kwam AZ 3-0 voor. Maar dat was niet de verhouding in de wedstrijd. Dus daar kan je ook, dat kan ook een beetje zo zijn dat je anders gaat kijken van hey, okay, hoe kan Utrecht nou 3-0 achterkomen. Maar als je goed die wedstrijd analyseert, dan was Utrecht misschien wel beter dan AZ. Je stapte net van het veld af, dus ik weet niet of je je telefoon al gecheckt hebt. Maar het uitvak van morgenavond is inmiddels uitverkocht. Dat betekent weer 1200 Spartanen, net zoals vorig jaar. Geeft dat nog een kick in de groep? Ja, dat is super gaaf. 1200 man, die gaan echt voor ondersteuning zorgen voor ons team. Dus super gaaf dat iedereen weer aanwezig is. Wij genieten van het publiek het hele jaar al thuis, maar ook zeker uit. Dus top dat jullie met z'n allen aanwezig zijn. Tot slot, de laatste week waren natuurlijk Verschuren en Kitolaan er niet bij. Zijn zij, reken je nog op hun in de playoffs? Nee, dat verwacht ik niet. Nee, beide zijn eigenlijk begroot om pas na de play-offs weer terug te keren. Dus je hebt ze vandaag ook niet op het veld gezien. Dus in dat opzicht zou ik niet op ze rekenen. En met Mike Eerthuis, die kreeg natuurlijk rust afgelopen zondag. Kan hij wel spelen morgen? Die zit morgen in de wedstrijdselectie. Maar nog niet zeker of hij gaat spelen? Nee, daar ga ik hier nog niet prijsgeven. Is goed. Succes morgen. Ja, dankjewel.